Nou, zoals ik had gezegd, heb ik jullie een aantal dingen uit te leggen. Oh, schat! Oh, hallo! Maar goed, waarom dus Tess op de wei staat, is omdat ik dus eerst... Wow, echt super netjes dit! En ik ga jullie even een aantal dingen vertellen. Mijn ouders zitten in een scheiding. Die gaan uit elkaar. Guys. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Auw, zakjes. Auw. Dit is Sam. Onze pup. Nee, hij is geen pup meer. Hij is al super groot. Ik ben op dit moment bij mijn ouders. In deze video ga ik jullie even van alles uitleggen over wat er gebeurd is de laatste tijd. En ik denk dat jullie wel een uitleg verschillen. Ik ben... Auw, Sam, dus zachtjes. Hij is vet agressief. Nee hoor. Ja, ik ga zo meteen naar Tess toe. Die heb ik al een week niet gezien. Dus die ga ik even rijden. En dan ga ik buiten rijden. En dan zal ik jullie alles uitleggen. Dus dit is even een update video. Sam. Nee, dat moet je wel. Sam. Hi, Boef. Oh, ja. Sammetje. Hallo. 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 Hi. Zachtjes. Zachtjes. Sam. Niet Sam, kijk eens. Ik krijg geen aandacht. Kijk ze jou. Woef, woef. Woef, woef. Sam, ga zitten. Het is van mij. Sam, ga zitten. Ga zitten. Sam. Sam. Sam, ga zitten. Pootje. Ga zitten, pootje. Zit. Ja, hij was bang van jou. Ga zitten. Nee, zit daar. Kom maar, hoor, Sam. Kom zit. Maar, zit. Sam, kom maar. Hou eens op. Pootje. Kijk. Zo doe je dat. Sam, pootje. Oh, sorry. Pootje. Pootje. Oh, zo knap. Zo goed. Zo knappe hond. Nou, zoals ik had gezegd, heb ik jullie een aantal dingen uit te leggen. En nummer 1 daarvan is dat Contessa nu op de 24-7-wijs staat. Dit heb ik ook op Instagram verteld. En er waren heel veel vragen over gekomen. Dus ik heb ook op Instagram gezegd dat ik dit jullie zou uitleggen in een video. Ik ben nu al buiten adem. En ik loop nu even naar Tess toe. Tess staat nog wel op dezelfde stal. En dat scheelt. Maar wel helemaal achteraan, dus die ben ik nu aan het ophalen. En ik ben een tijdje weg en ik had nu een avondje vrij. Dus ik ben nu even zeg maar weer in de stal, wat ik wel heel erg fijn vind. En ook daarom is Tess naar de wei gegaan. Omdat ik in eerste instantie niet iemand had die zeg maar voor haar kon zorgen. Dus als ze op de wei staat is het al minder een last. Dat als er niemand komt, maar gelukkig uiteindelijk hebben Eline en Marloes dat samen opgelost. En nu ga ik weer naar Tess naar een week. Ja, een week. Oh, schat! Oh, hallo! Hi! Hi, meisje! Hallo! Hi! Sorry, dat. Hallo! Hoor je mijn stem al? Hoor je mijn stem al? Dag, schat! Hey, mee! We gaan even lekker buiten rijden en ik zal zo meteen mijn verhaal even afmaken. En ik zei altijd bij jou? Of was het echt niet? Dinsdag wel. Dat knippen we eruit. Wat dan? Nee, grapje. Hi meisje. En zoals jullie misschien wel kunnen zien is het schuilstal best laag. Maar ik vind het wel echt heel erg knap dat ze er gewoon om de deur. Weet waar ik me over verbaasde? Dat ze daar door die flappen, dat ze daar niet door schrikt. Want die, als het waait dan flapperen die wel. Wou jij misschien dat hek dicht doen? Want dan kan die weg. Zo. Ja? Ja? Ik bedoel, stop met filmen. Ja. Ik zal even mijn verhaal afmaken. Ondertussen ben ik Tess aan het poetsen. Maar goed, waarom dus Tess op de wei staat is omdat ik dus eerst een tijdje weg ben. En niet de tijd heb om Tess te doen. En ik ga straks ook nog op vakantie. Dus dan staat ze in ieder geval buiten. Dat is reden nummer 1. Reden nummer 2 is dat Tess artrose heeft. Zoals velen van jullie wel weten. En dat was eerst spat. Dat de niet genoeg kraakbeen zit tussen de botten.
En als zeg maar een paard dan lang stilstaat, rust roest. Dus dan wordt het alleen maar erg en gaat ze er alleen maar meer last van krijgen. En nou heeft ze er eigenlijk geen last van, maar er is een ander paard hier op stal dat een blessure heeft gekregen en toen heel lang stil heeft gestaan. En daar nu een jaar later nog steeds niet overheen is. En toen hebben ze onderzoek gedaan en toen bleek dus ook dat hij spat heeft. En hij heeft dus bijna een jaar stilgestaan en nu wordt het niet meer beter. Nu loopt hij gewoon altijd, ja, chronisch kreupel. En dat heeft me toch wel een beetje bang gemaakt, als in dat Tess altijd wat heeft. Dus heel veel stilstaat en ik ook niet zoveel rij. Ben ik toch bang dat zij ook zoiets krijgt. Dus ik heb haar liever dag en nacht buiten. Zodat ze gewoon... Wat doe je? Ja, tuurlijk. Oh, in de wei, ja. Goed, als een paard 's nachts buiten staat, lopen ze al 1/3 meer. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor die atrozen, dat er beweging blijft. En belangrijkste reden nummer 3 voor mij is dat ik het met mij niet zo heel goed gaat. Er zijn een aantal dingen gebeurd de laatste tijd. En dat betekent dat ik eigenlijk niet echt energie of ja, zin. Ik heb wel zin, want natuurlijk wil ik elke dag naar Tess. Maar goed, het mij dus niet lukt om elke dag naar stal te gaan. En daarom heb ik in eerste instantie een bijrijder, Eline. Mijn paard heeft een bijrijder. En, maar goed, die heeft natuurlijk ook gewoon een leven. Dus die kan niet iedere dag. En dat snap ik ook. Dus als ik nu een dagje voor mezelf kies en dus niet naar stal kan, dan weet ik gewoon dat mijn paard buiten staat. Dat het niet erg is als ik niet uitmest, want dat hoeft niet in de wei. Dat gebeurt hier gewoon met de trekker, de shovel. En ja, ik weet dus gewoon dat mijn paard beweging krijgt, zijn eten krijgt, verzorgd is. En ja, dat vind ik gewoon een heel fijn idee. Maar goed. Ik ben dus nu na een week eventjes thuis, een avondje, samen met Laurent hier achter mij. En wij gaan zo meteen buiten rijden. Eerst ga ik even op test, ga ik lekker rijden en Laurent gaat mee op de fiets. En dan gaan we onderweg omwisselen. Dan kan Laurent ook even lekker rijden, want die heeft al heel lang niet op test gereden. En omdat Tess dus die blessure heeft gehad. En Laurent vindt rijden stiekem heel erg leuk, toch? Ja, ja. Stiekem hoor. Stiekem. Ik ben een klein beetje een paardenmeisje. Pennymeisje. Jongen bedoel ik. Pennyjongen. Dus ja, daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dus we gaan lekker rijden en eerst even opzadelen. Cute. Wat zei je? Ik zei, wat zitten ze strak? Die? Die moeten voor. Oh, Tessje. Maar je hebt ze wel verder goed om met de klitten van naar buiten. Ze is echt vies ook trouwens. Lukt dat? Yes. En die moeten voor een... Tess, wat doe je? Heb je honger of zo? Je moet niet dat hek opeten, schat. Hi. Moeten ze echt... Ja, die moeten echt voor. Hi, meisje. Ze staat los. So you had me bite through the bullet. I won't play a second fiddle with you. You look away just when they pull it. You gotta step up, yeah, you miss your... You, we hadden even bedacht dat het toch handig was als Laurent eerst ging. Dus Tess staat hier te grazen. Hier heb je handschoentjes. Braaf paard, hè? Want... Handige paard die komt blijven staan. Ja, hè? Ze heeft allemaal krasjes van die andere paarden in de wei. Maar aangezien Tess op de terugweg toch wat drukker is. En hier heb je een andere schoen. En dan kan Laurent hem lekker losrijden. En dan kan ik zo meteen lekker galopperen. Goed plan, hè, Tess? Goed plan. En daar wil staan, Ros. Wat eet jij allemaal? Ik gazelle. Wij gaan via het hek opstappen.
Zo, wij zijn terug op stal en Tess heeft even de dagelijkse verwendmoment gehad. Ze heeft namelijk brok gehad, want dat moet ik nu zelf voeren. We hebben even het zweten afgehaald. Hoefjes mooi. Oh, hoefjes mooi. Geluid of mooi is wat anders, maar dat is toch wel beter. En dan mag ze zo lekker de wijver op. Ik ben oprecht. Weet je, het voelt gewoon blij voor mijn paard. Dat ze... Het is nu 9 uur volgens mij. Het is 9:30. Ik ben gewoon... Het voelt gewoon leuk of zo voor mijn paard dat ze zo meteen weer op de wei mag. Dus het is. En we hebben zo lekker gereden. Hebben we lekker gereden? Zeker. Ja, was echt leuk hè? Ja. Ja, we hebben echt super lekker gereden. Zo lang geleden dat ik zo lekker... Ja, was echt tof. Ik ga nu even droog maken. Want nat de deken op kan ze ook niet. En dan gaan we nog eventjes bij haar in de wei zitten. Maar dit schiet wel op. En we hebben even de pezen gekoeld. Want er zat peesbeschermers om en de peesjes waren best warm. Dus is dat ook wel belangrijk. Eén vraag trouwens. Hoe vaak hoeven jullie de vetten in? Vetten jullie de hoeven in? En zeg maar, mij is geleerd om eerst de hoeven nat te maken en dan in te vetten. Want vet sluit water af. Dus als je het eerst nat maakt en je dan vet overheen doet, dan sluit je het water in, zeg maar. Maar ik ben wel benieuwd naar jullie meningen, want eigenlijk zegt iedereen daar wat anders over. Dus laat het zeker even weten in de reacties, want ik ben daar wel erg nieuwsgierig naar. Ja, ik ben gewoon deze kant op mijn vrouw. We hadden, even kijken, ik kreeg te horen van de week van Marloes dat, omdat Tess nieuw is in die kudde, dat ze niet altijd mee mag eten. Dus we hebben even een hooinet gevuld. En dan kan ik die ergens anders in de wei hangen, zodat in ieder geval iedereen kan eten. Omdat Tess gewoon een paard is dat heel snel mager wordt. En dan liever te veel hooi dan te weinig natuurlijk. Hoi! En... Hoi! 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 Hi! Doei! Walvis! Oh! Nee! Nee? Hi! Hi! Zwemmen, hi! Walvis! Steeds stop. Je moet echt een keer normaal doen. Ja, grapje. Grapje. Wat ik ook heel fijn vind trouwens, dat de paarden daar een schuilstal hebben daar. Mm-hmm. Ik ben aan het filmen. Oh, ik dacht geen tegen mij had. Dat zeg maar het hooi gewoon in een slowfeeder zit, dus dat ze ook niet van de grond hoeven te eten waar ze bijvoorbeeld zand in zit ofzo. Maar het is dat echt vet rustig, echt heel erg relaxed. En er is verder bijna geen gras. Maar we zitten even lekker te chillen hier. Het is 10:00, lekker naar de paardjes kijken. We zitten hier op de rand zeg maar. Te chillen. Dit is meneer Beer. Goed, meneer Beer gaat met mij op de praatstoel. En ik ga jullie even een aantal dingen vertellen. Ik heb heel lang getwijfeld of ik het überhaupt in de video zou doen. Maar ik heb nu besloten dat wel te doen. Omdat dit waarschijnlijk iets is wat heel veel van jullie hebben meegemaakt. Of aan meemaken op dit moment. En zo ook ik. En ik ga meneer Beer even neerzetten. Want het is echt 35 graden nog buiten. En het is nu 10:00. Mijn ouders zitten in een scheiding. Die zijn uit elkaar. Toevallig mijn moeder. Ja. Als jullie dit zien is mijn moeder vandaag verhuisd. En. Nou ja. Zoals heel veel van jullie weten ook ben ik nu zelf uit huis. Dus heb ik daar. In directe zin niet heel veel last van. Natuurlijk erbij heeft het een hele vervelende periode. Ook voor mijn kleine broertjes. Wauw, ook voor mijn broertjes die wel thuis wonen. Maar ja, het is niet anders. En uiteindelijk is het ook beter.
het maakt zich niet uit waarom eigenlijk. Kijk, dat het zo is, is natuurlijk al heftig genoeg. En veel van jullie die dit ook mee hebben gemaakt, snappen heel goed nou ja, hoe dat is voor ons. Daarbij is helaas ook vorige week het paard van Madinja overleden. Boston aan bloedworm. Tess heeft een tijdje geleden ook bloedworm gehad, of een hele tijd terug. En is er toen ook ontzettend ziek van geweest. En helaas is Boston daarvan aan overleden. Boston was nog maar een ruim van 3 jaar. En Madinja had hem ook nog maar een half jaar. Dus dat was ontzettend sneu. En daar was ik ook bij. Dus het was aan de ene kant heel bijzonder om dat met mijn beste vriendinnetje mee te maken. Maar het was natuurlijk ook ontzettend treurig. Want ja, je moet gewoon een paard laten gaan. En je ziet hem omvallen. En dat was gewoon, ja, niet heel chill. En of dat zijn eigenlijk dingen die nu ontzettend spelen. En dat heeft natuurlijk invloed op alles. Nou ging het bij mij al niet super lekker en dit maakt het niet nog beter. Maar ik ga in ieder geval binnenkort op vakantie. En ik hoop daar gewoon heel erg van te kunnen genieten. En ik ga ook samen met Madinja en met Meron, andere vriendinnen, gaan we naar Portugal. Gaan we backpacken 2 weken. Dus dat is super leuk. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. En ja, mijn moeder is dus verhuisd. Mijn vader blijft in het oude huis. Sam gaat met mijn moeder mee. Maar hij komt ook nog af en toe bij mij logeren. Dus ja, waaruit Sam uiteindelijk voor mij en mijn moeder is gekomen, gaat hij nu naar mijn moeder mee. Even kijken, ben ik nu nog wat vergeten te vertellen. Ja, ik heb ook nog een ander super tof nieuwtje. Wat ik echt heel blij mee ben. Maar ik ben gewoon over naar de 3e klas. En dat is echt, echt, echt zo tof. Want zoals jullie weten heb ik mijn stage niet gedaan. Begin van het jaar ben ik daarmee gestopt. En ben ik uiteindelijk maar ongeveer 2 uur per dag, 4 dagen per week naar school geweest. Ik was nog geen 30% aanwezig het hele jaar. Maar ik heb gewoon mijn jaar gehaald. Ik heb gewoon alle toetsen gemaakt en alle opdrachten gehaald. En ondanks alles heb ik dat gewoon kunnen halen. En stiekem ben ik daar ook wel heel erg trots op mezelf. Want ik vind dat gewoon... Ja, weet je, de opleiding is gewoon wat ik wil en dan ga ik daarvoor. En dat het gelukt is, is gewoon top. Er is zoveel niet gelukt de laatste tijd. Maar dit is wel gelukt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor jullie allemaal om die hele kleine dingen in te zien. Van wat lukt wel. En het is super, super moeilijk, jongens. Geloof me, het is zo moeilijk. Maar het is denk ik echt heel erg belangrijk. Ik geniet van Tessje, ik geniet van mijn hondje, van Sam. En van mijn grote knuffelbeer en vriend. En ja, als jullie vragen hebben, die mogen jullie zeker stellen. Jullie mogen het ook via Instagram DM sturen. En ik zal beantwoorden wat ik kan beantwoorden.